in de Grand Prix is gemaakt. Het scheelt een procent. Dat zal Diederik van Silvoud goed moeten maken in deze kuur op muziek. Het kan wel. Dan zal Diederik van Silvoud foutloos moeten rijden. Iets wat Hans-Peter niet gedaan heeft. Maar dat is het mooie van de sport. We weten nooit hoe het uitpakt. We gaan nu kijken naar de kuur van Diederik van Silvoud en Arlando Henope. Thank you.
Oei, 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 oei. Wat maakt Diederik van Silvoud het spannend? Het stadion hier gaat uit zijn dak voor de ambassadeur van het NK-dressuur, Diederik van Silvoud. Nou, mensen, gaan weer staan, wat is dit mooi. Een staande ovatie voor Diederik van Silvoud na zijn geweldige kuur met Arlando NOP. Hij zal hoog in de 81% moeten scoren om goud te pakken op dit Nederlands kampioenschap dressuur waarvan hij zelf ambassadeur is. Dat wordt heel spannend zometeen. Het zag er heel makkelijk uit, heel lichtvoetig, heel, met heel veel harmonie getoond. Natuurlijk ging het even mis in de gebroken lijn met de tweeërs, maar hij herstelde dat later in een vrije lijn. En dezelfde gebroken lijn aan de andere kant met de wissels om de pas, die schudde Arlando zomaar uit zijn mouw. En we hebben natuurlijk ook genoten van de andere hoogtepunten, de piaffes, de overgangen. Het zag er allemaal zo uit alsof het vanzelf gaat. En dat is waar de dressuur dan op mikt, dat de zwaarste oefeningen er makkelijk uitzien. En in harmonie getoond worden, zoals we hier in de vertraagde beelden kunnen zien. Met een topatleet in topvorm. Deze Arlando NOP, helemaal klaar voor Rio de Janeiro. En dit is dan het resultaat. 84,825, de kuur van zijn leven. U hoort het Bert eruit te zeggen, de kuur van zijn leven. Daar kan ik niets aan toevoegen. 84,825. En daarmee gaat het goud hoogst waarschijnlijk naar Diederik van Silvoud. Al daarna zijn dus van die landen al doorhaal. Wordt als negende ingezet in de kuur op muziek in dit super. Wat een geweldige ontwikkeling op het NK Dressuur. Waar Diederik van Silvoud in de kuur een coup pleegt. En de grote favoriet, Hans-Peter Minderhout, de winnaar van de wereldbeker, opzij zet, op waarde verslaat, 4% hoger scoort. 84,825 voor Diederik van Silvoud. En ondertussen klinkt de bel al voor de volgende combinatie. En dat wordt ook genieten, kan ik u vertellen.